Oké, laten we nu samen nog eens kijken naar de lijst van CoinMarketCap, maar nu met onze DeFi-bril. We hebben dus hier Ethereum, wat eigenlijk dus een decentralized infrastructuur is, waarop decentrale applicaties kunnen geschreven worden. Dan hebben we Cardano, wat eigenlijk hetzelfde is, waarbij de smart contracts recentelijk, 12 september of iets in die trant, live zijn gegaan. En we hebben dan Binance Coin, waarbij Binance Coin eigenlijk de coin weer is die gebruikt wordt voor Binance Smart Chain. Dus een ander netwerk, net zoals dat Cardano een netwerk is en Ethereum een netwerk is. We hebben dan Solana, waar eigenlijk Solana ook weer een netwerk kan zijn binnen Decentralized Finance. Dan hebben we USD Coin, welke weer een stablecoin is die te gebruiken is met verschillende decentralized netwerken. Dan hebben we Polkadot, wat weer een decentralized infrastructuur is, maar dan ook weer met zijn eigen voor- en nadelen. Dan hebben we Avalanche, wat weer zijn eigen decentrale infrastructuur is. En dan uiteindelijk hebben we bijvoorbeeld een Uniswap, wat weer een decentralized exchange is voor het Ethereum-netwerk. Decentralized exchange op het Ethereum-netwerk. Dan hebben we daarna daaronder Binance USD. Dat lijkt me een stablecoin voor het Binance Smart Chain-netwerk. Dan hebben we Chainlink, wat een oracle genoemd wordt, waarmee je dus weer op die decentrale netwerken data kan binnenhalen van de echte wereld. Dan heb je Algorand, ook weer een platform om smart contracts op te draaien. Dan heb je Cosmos Atom. Dat is dan een cryptocurrency die ons in staat stelt om tussen verschillende blockchains met elkaar te communiceren. Want heel deze cursus kondig ik dus aan dat het eigenlijk onmogelijk is om tussen bijvoorbeeld een Ethereum blockchain en dan dus ook een, laten we zeggen, een Avalanche blockchain te communiceren. Omdat het twee verschillende blockchains zijn. Maar door projecten als Cosmos Atom gaat dat wellicht in de toekomst mogelijk gemaakt worden. Dan hebben we Polygon Matic, ook een smart contract platform. En zo kunnen we doorgaan en dan merk je eigenlijk dat die decentrale netwerken en dus ook de automated market makers die erop draaien, zoals bijvoorbeeld een PancakeSwap, een decentrale exchange, Tezos, een smart contract platform, VeChain is dan voor supply chain management. Maar je merkt dus eigenlijk dat de dingen, een lending protocol, ook DeFi, EOS een smart contract platform, Elrond een smart contract platform, Monero dan weer een privacy coin. Maar je merkt gewoon heel erg dat eigenlijk alles wat op de eerste pagina staat enigszins te maken heeft met het draaien van smart contracts. Dan hebben we Quant, Hedera Hashgraph, wat dan weer een voorbeeld is van iets dat geen blockchain is, maar weer een, wat zij zeggen, een verbetering op. Dat noem je dan weer een DAG, een DAG. We hebben dan weer Phantom, ook een smart contract platform. We hebben Near Protocol, ook een smart contract platform. En zo kan ik eigenlijk doorgaan. Kusama, het Canary Network van Polkadot, ook heeft dat gewoon te maken met smart contracts draaien. En zo kunnen we doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dan zie je stablecoins, af en toe een memecoin die ertussen popt. Punt is meer, decentralized finance en de decentrale mogelijkheden om decentrale applicaties te schrijven is op dit moment populair. Heeft, omdat het zoveel al in de top 50 plaatsvindt, vrijwel het grootste marktaandeel in de crypto op dit moment. Plus, het is ook nog super booming om daarmee bezig te zijn en blijven. Als we klikken op Decentralized Finance hier zo, dan zien we ook een aantal van die projecten gelijk terugkomen. Avalanche, Uniswap, Terra Luna, Chainlink, Tezos, PancakeSwap, Aave, Phantom, de dingen eigenlijk die ik net allemaal opnoem en die we dus zien. SushiSwap is dan weer een fork geweest van Uniswap en dus eigenlijk gewoon een kopie van de automated market maker, de decentralized exchange die plaatsvindt op Ethereum, waarvan Uniswap een van de eerste was volgens mij. PancakeSwap maakt dan weer gebruik van Binance Smart Chain, dus is ook gewoon een kopie van Uniswap, maar dan voor een ander netwerk. De kracht van decentralized finance.